Nick, doe nou even niet zo moeilijk. Kunnen we ook knippen vanaf nu? Toen gingen we op stap met de voetballer van Paris Saint-Germain. Ik dacht, ik ga allemaal prijzen, geld wat ik vandaag heb verdiend, ga ik er tegenaan knallen vanavond. Zijn er bepaalde onderwerpen die we niet mogen aansnijden? Nee, met jou gaat het nooit goed komen. Ja, ja. Nick met Groningen op rozen. 1-0. Ja, dit moet hem worden. Ja, maar wat is Thomas dan goed bezig? Welkom bij de samenwerking tussen H&M en iDivisie. Wij gaan e-sporters de hemd van het lijf vragen. En dat gaan wij doen met Thomas de Zeel en Nick den Hamer. Jongens, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Hoe is het met je, Thomas? Ja, gaat hartstikke goed, man. Gaat het goed? Zeker. Goed zo. Hoe is het met jou, Nick? Met mij gaat het ook hartstikke goed. Heb je een beetje zin in vandaag? Hartstikke veel zin in. Ja? Ja. Zijn er bepaalde onderwerpen die we niet mogen aansnijden? Nou, met jou gaat het nooit goed komen. Ja, ja. En goed dat we dat tenminste wel van tevoren even hebben afgesproken. Maar we gaan beginnen. En we beginnen deze aflevering dus met een vragenvuur. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Top. Jij kampioen in de E-divisie of je club in de Eredivisie? Club in de Eredivisie. 100.000 abonnees op YouTube of 100.000 op je bankrekening, Thomas? 100.000 op mijn bankrekening. Hoeveel geld geef je uit aan kleding per maand? 100 misschien. Wie is je droomvrouw? Ik moest zo kort mogelijk, hè? Geen idee. Heb je een vriendin? Ja. Nooit meer gamen of nooit meer seks? Nooit meer gamen. Beschouw je jouw e-sports carrière als succesvol? Jawel. Wat wordt jouw volgende club? Nog steeds Sparta. Als je één speler mag kiezen om in je fut-team op te stellen, wie zou dat dan zijn? Mbappé. Wat is je favo-elftal van alle bestaande teams door de jaren heen? FC Groningen. Welke speler is volgens jou zwaar underrated? Jij neemt echt je tijd, hè? Ja, maar er wordt toch geknipt. Dus zwaar underrated. Maguire. Maguire, die is echt zwaar underrated. Kan je zelf eigenlijk een beetje voetballen? Ja, zeker. Trainingspak of casual? Casual. Mooiste voetbalshirtje ooit? Van Sparta in de jaren 80. En de lelijkste? Heerenveen. Pak een jaar of gewoon wel altijd? Ja, dat maakt niet uit. Wat vind je van voetbalshirts als dagelijkse fashion? Vind ik kunnen. Hoe zag je ergste ragequit eruit? Ik heb wel hele erge berichten binnengekregen na ragequits. Ik ragequit zelf nooit, maar ik weet niet of ik dat hier kan zeggen. Dat... Doe me niet. Nee, kom er zo wel bij. Dat lijkt me beter. Wat is het ergste dat je ooit in je inbox ontving? Moet dat echt zo? Ja, dat moet je zeggen. Dat is de bedoeling. Naaktfoto van iemand. Hoezo is dat erg? Dat is niet zo erg, lijkt me. Niet echt. Nee, toch? Oké, mannen, dat was het vragenvuur. Goed gedaan. Kort en bondig. Vooral jij, Thomas. Dank je wel daarvoor. Ik heb wel spijt op wat dingen. Je hebt echt heel veel spijt. Het gaat nog komen. Jongens, dit wordt leuk. Ik zag bijvoorbeeld in het vragenvuur dat er een aantal antwoorden werden gegeven. Jij wilt niet 100.000 abonnees, maar je wilt 100.000 op je bankrekening. Ja, dat klopt. Hoezo is dat dan? Nou, met die 100.000 op je bankrekening kan je ervoor zorgen dat je meer abonnees krijgt dan 100.000. Ik vind het wel een goeie wat hij zegt. Ja, ik heb... Als je bijvoorbeeld naar die Dutch Performante kijkt, die 50.000 euro weg, dan heb je zo 100.000 abonnees. Ja, ja. Dat is wel waar. Maar dan zou ik geen 50.000 euro 5.000, weggeven. Het is Nederland. Bij 5.000 lukt ja, het ook. Ja, die gieren die gaan er wel op af. Die gaan er sowieso wel op abonneren. Ik heb 5.000 euro. Ja, het gebeurt wel. Maar dat is dus jouw businessmodel. Zo zou je dat dan doen. Ja, eigenlijk wel, ja. Echt een marketinggoeroe van deze wereld meer, hè? Ja, ik doe ook de opleiding marketing. Dus. Ja, I know. Daarom juist. En wat studeer jij, Nick? Commerciële economie en sportmarketing ook. Op de Johan Cruijff Academy in Groningen. En dat doe jij, sportstatus heb je erbij? Ik heb een topsportstatus. En dat betekent dat jij langer mag doen over je studie? Of in ieder geval dat je... Niet alleen dat. Nee, maar dat je... Als ik zeg van, ik heb het druk met sport, en in dit geval dus e-sport, dus ik kan over 2 weken mijn tentamen niet maken, dan ga ik... Over hoeveel uur zei je? Over 2 weken, of, over twee maar weken. Ook over een week, ja. Dan hoef je hem niet te maken. Maak je die misbruik van? Gebruik. Dat doe ik dus ook. Ja. Maar dat is, bij jou is dat anders, bij jou kan dat niet. Waarom heb jij geen topsportstatus en ik wel? Dan heb je research niet goed gedaan, maar ik heb het wel. Oh ja, wat, dat heb je laatst aangevraagd. Ja. Dat heb je laatst gekregen inderdaad. Oh, heel chill. Ja. Ja, daar is inderdaad wel de grens nu. Ja, heel chill. Oké, genoeg over dat. Nick, hoe was het om Arjen Robben te ontmoeten? Ja, hartstikke leuk. Is je idool?
Nee. Maar het was wel heel leuk dus. Het is voor mij denk ik de grootste Nederlands voetbal die ik heb zien voetballen. Kijk, er zijn natuurlijk meningen over deel dat de ene vindt Van Basten, Cruijff, maar dat heb ik allemaal niet zien voetballen. Ja. Dus voor mij was het wel echt van, dit is de grootste die ik ooit heb zien voetballen. Dus het is leuk om te ontmoeten, ja. Deel jij die mening, Thomas? Nou, zeker voor iemand. Nick is ook net als ik een echt een clubliefhebber. Ik deel zijn mening. Maar jij zou jezelf nooit kunnen zien spelen voor een andere club dan FC Groningen? Nou, niet snel. Ik had afgelopen zomer... Nationaal, hè? Dus even ja, gewoon... ik kon afgelopen zomer kon ik ook naar een andere club. Maar dat heb ik niet gedaan. Kan je daar even iets meer over vertellen? Nee, dat, had ik ook helemaal niet moeten zeggen. Nee, je kan niet zeggen, want ik kan naar een andere club, maar dan moet je wel even iets concreets. Kunnen we ook knippen vanaf nu? Is het alleen één vraag? Was het een traditionele top 3? Is het enige wat ik hoef te weten. Ja, maar ik vind het gewoon niet... Nick, doe nou even niet zo moeilijk. Is het van de traditionele top 3? Wellicht. Volgende vraag. Mis jij Kai Sierhuis bij FC Groningen, aangezien hij wel vaak mee was met de E-divisie? Ja, dat vind ik wel echt jammer. Ja. Want hij is... het begon een beetje toen hij naar Groningen kwam. En ik kende hem al wel, van die omhaal die hij had gescoord en zo. Bij Jong Ajax. Bij de jeugd toen een keer. Dat heeft iedereen natuurlijk wel gezien. Ja, toen. Dat ging viral, ja. Dus ik wist al wie hij was. En toen zag ik dat hij FIFA kon spelen. Dus ik stuurde een DM'tje van, joh, als je een keer Weekend League in de Skybox wil komen spelen, kom een keer langs. Hij is natuurlijk een hele sociale jongen, dus hij zei gewoon van, ja, gezellig. Dus een weekje later kwam hij langs. En toen zijn we ook gewoon wel echt vrienden geworden. Ik ben afgelopen zomer ook bij hem in Frankrijk geweest. Dus ja, ik vind het wel heel jammer dat hij weg is, ja. En over het representatieve aspect van het e-sporten zijn, hoe is dat bij FC Groningen bijvoorbeeld? Nou, daar ben ik zelf, volgens mezelf en volgens de mensen bij FC Groningen, wel heel erg in gegroeid. Aan het begin was ik echt een beetje zo'n gozer van 18 die een beetje scheid had aan alles en een beetje stoer doen en zo. En nu ben ik daar wel heel erg in veranderd en weet ik ook wel wat wel kan en niet kan. En soms bijvoorbeeld ook moeten spreken voor belangrijke mensen en zo. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Dus zij vinden dat best wel belangrijk, ja. Hoe is dat bij jou, Thomas? Hoe is dat representatieve bij Sparta? Ik ken het zelf, maar... Gewoon je bent een voorbeeldfunctie voor de anderen eigenlijk. Dus je moet ook nadenken wat je op social media doet, hoe je, wat je uitstraling is. Ja. Daarom ben jij ook weg, zeg maar. Ja. Dat wilde ik dus niet benoemen, maar... Het is altijd zo fijn weer. Kan jij jouw e-sports carrière als succesvol beschouwen? Nog niet. Nog niet? Nee, maar het komt wel aan. Wanneer is het succesvol voor jou? Wat moet er gebeuren? Als wij avonds live halen dit seizoen. Dan is jouw e-sports carrière succesvol. Ja, zeker. Nobel. En jouw e-sports carrière is al succesvol? Nou, ik zei net ja, maar later dacht ik wel van... Ik heb natuurlijk een finale verloren. Dat was best wel vervelend. Dat is best wel zuur. Ja. Maar ik heb wel een toernooi in Hamburg gehad, toernooi in Manchester, toernooi in Parijs. Je hebt heel de wereld gezien. Kijk, er waren ook toernooien in Atlanta en Singapore en dat soort dingen. Daar was ik liever heen gegaan. Singapore, dat is vet. Ja, daar is Levi toen heen geweest. Daar kan je denk ik echt Maar ik heb wel Parijs. Parijs is ook leuk. Daar heb ik ook een heel leuk feestje gehad toen ik eruit lag. Echt? Ja. Parijs was ik, dus afgelopen FIFA was ik de enige Nederland die überhaupt in het hele jaar de knock-outs had bereikt op internationaal toernooi. Maar toen vloog ik eruit in de laatste 16, geloof ik, van de wereld. Maar toen gingen we op stap met ik zal het geen namen noemen, maar met de voetballer van Paris Saint-Germain in de duurste club van Parijs. En, met een toen huidige voetballer van Paris Saint-Germain? Ja, nog steeds. Dus ik dacht, ik ga allemaal prijzen geld wat ik vandaag heb verdiend, ga ik er tegenaan knallen vanavond. Ja, weet je wel, je bent nu toch in Parijs. Maar dat hoefde dus niet, want er stond een tafel met 4 flessen in die club klaar. Ja, dat zijn echt hele leuke dingen. En ook in Manchester, je kent die hashtag Harry bijvoorbeeld wel, die heb ik laatst gezien. Als je met zulke gasten op stap gaat, ja, dan is echt niks te gek. Die Engelsen, die zijn helemaal knettergek. Ja, die zijn dus goed eigenlijk gek. Zijn die feestjes en leuke dingen doen met gasten die normaal ook alleen online spreken doen, want ze komen allemaal uit alle andere landen. Gasten uit Singapore en Brazilië en zo. En dan ga je ineens met z'n allen op stap. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is echt heel erg leuk. Of vind je ervan dat mensen altijd zeggen dat je er stoned uitziet? Ja. Wel fijn dat je de moeite hebt genomen trouwens om nuchter te zijn vandaag, dankjewel daarvoor. Nee, maar zo komt een beetje over op camera dat het niet zo is. Maar het doet me eigenlijk niks, want ik weet de waarheid. Nee, maar je bent eigenlijk nooit... Want hoe komt het eigenlijk dat mensen dat zeggen tegen jou? Nou, misschien komt het omdat wij video's hebben opgenomen samen voor je YouTube-kanaal. Maar jij hebt van die felle studiolampen. Ja, klopt. En die branden een beetje mogen. Ja. Maar er is één jongen, die wil ik uitlichten. hij denkt dat ik hem nooit zie, maar ik zie hem wel in mijn DM. En, daar is de camera. En die zeggen elke keer van, bij elke story die ik plaats,
Hey, ik ben zeker stoned. Of je hebt gewonnen in de E-divisie. Kom dat je een blootje hebt gerookt, weet je wel. Maar ja, voor de duidelijkheid, dat doe je dus helemaal nooit. Nee, misschien moet ik het een keer maar doen en gaan kijken of het werkt. Maar zeker niet doen. Door met de community vragen. De vragen vanuit jullie, de kijker, voor onze toppers die hier op de bank zitten. Er zijn een paar leuke vragen binnengekomen. Blijf ze vooral sturen, heel erg belangrijk, via al onze socials. Doe dat vooral, want wij gaan ze behandelen, zoveel mogelijk in de uitzending. En de eerste vraag is voor jou. Nick, Kevin van Arwijk vraagt, hoe lang blijf je nog voor Groningen spelen? Zo lang mogelijk, hoop ik. Op dit moment is Groningen blij, tenminste dat was afgelopen zomer, misschien is iets veranderd. En ik ben heel blij en dat is gewoon mijn club hier, dus ik hoop zo lang mogelijk. Thomas, wat is de kracht van jouw explosieve ontwikkeling? Effectief oefenen. En kan je dat iets meer toelichten nog? Ja, geen overuren maken op spelletje, maar gewoon echt precies gewoon de momenten gaan herkennen van jezelf wat beter moet en wat dan goed gaat. Zo. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dat heb ik ook echt nog nooit gehad verder. Allereerst ben ik gewoon gaan kijken hoe de grote jongens het hebben gedaan. Of hoe die het dus eigenlijk doen. En heb ik te horen gekregen van Jona, van ex-e-sport van Zwolle. Mm-hmm. Fantastische gozer trouwens. Ja. En die heeft mij gewoon als tip meegegeven, kijk even de grote jongens op grote toernooitjes, hoe zij spelen. Want de speelstijlen die je moet gaan hanteren, die zijn iedere maand net iets anders. Ja. En ga dat oefenen, krijg het onder de knie. Probeer het in de Wikileaks zo rustig mogelijk te blijven, vooral. Want je kan heel snel al een gat in je bureau slaan, toch? Maar nee, het is gewoon effectief oefenen. En speel ook tegen jongens die beter zijn dan, dan jezelf. Dat is een hele goeie. Ja. En als je dat doet en je blijft dat doorgaan. Op een gegeven moment komen ook de grote jongens naar jou toe en die vragen van, wil je een potje spelen? Mm-hmm. En dat mag ik dus nu ook doen. Mensen, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ook bedankt voor het insturen van de vragen. Blijf dit dus vooral doen. Thomas bedankt. Nick bedankt. Op welke socials kunnen ze jullie volgen? Jou dus op Instagram, @ThomasDeZeel_. Ja. En op YouTube? En op YouTube ook ThomasDeZeel. Nick Den Hamer op Insta? Insta is prima. Nick Den Ha. Ik heb de Amer heb ik eraf gehaald. Ach. Creatief genie. Ja, precies. Mooi. Jullie bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Ciao!